Welkom. In deze video ga ik je uitleggen hoe je extra velden aanmaakt en hoe je deze kunt gebruiken. Je kunt extra velden aanmaken om informatie toe te voegen die je niet in de standaard velden kwijt kunt. Je kunt extra velden toevoegen in het afzendadres, op facturen of offertes of voor de contacten. Je kunt op verschillende plekken extra velden aanmaken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen in het contact, vanaf de factuur en bij het afzendadres. Ik ga het je laten zien vanaf de algemene plek. Dat is via het tandwiel, instellingen, extra velden. Ik zal verschillende soorten extra velden toevoegen en laten zien hoe je deze kunt gebruiken. Wanneer je klikt op toevoegen, krijg je dit scherm te zien. Zoals je ziet kun je een extra veld toevoegen voor contacten, facturen en offertes en het afzendadres. Bij ieder veld dat je toevoegt kun je aangeven op welke huisstijl het veld te zien moet zijn. Dit veld wordt dan standaard toegevoegd aan die huisstijl. Ieder veld krijgt een speciale tag. Eventueel kun je deze aangemaakte tag ook opnemen in je teksten. En je kunt een vertaling toevoegen voor je facturen die je in een andere taal wilt versturen. Ik zal eerst een extra veld voor het contact aanmaken. Ik noem dit veld geboortedatum. Ik voeg hem aan de standaard huisstijl toe. Je ziet dat de tag ook verandert. Deze kun je ook weer kiezen in je workflow. En ik klik op opslaan. Ik navigeer naar contacten en ik maak een nieuw contact aan. Ik noem dit bedrijf voorbeeld. En je ziet dat het extra veld wat ik net heb toegevoegd, hier staat toegevoegd. Je ziet ook dat je op deze plek ook een extra veld toe kunt voegen. Ik klik op opslaan. En ik maak voor dit contact even een factuur aan. Als ik deze gegevens opsla, zie je dat de geboortedatum op deze factuur getoond wordt. De geboortedatum wordt alleen getoond als deze ook ingevuld is in het contact. Het veld wordt nu aan de linkerkant weergegeven. Dit kan ook aan de rechterkant. Dit kun je aanpassen in de huisstijl. Dat ga ik je zo meteen even laten zien. Nu voeg ik nog even een extra veld toe voor de factuur en voor het afzendadres. Ik kies geen huisstijl. En hier kies ik ook geen huisstijl. Ik ga je eerst even laten zien hoe je het extra veld op je afzendadres invult. Hiervoor ga je naar het afzendadres en je klikt op bewerken. Zoals je ziet kan ik hier nu het extra veld toevoegen. Als je wilt kun je ook direct in het afzendadres een extra veld toevoegen. Ik klik op opslaan. In je huisstijl kun je instellen of en waar je het extra veld in je afzendadres gaat toevoegen. Je gaat naar de huisstijl en klikt op bewerken. Je klikt hier op het afzendadres en je ziet dat de extra velden beschikbaar zijn. Deze kun je naar de linkerkant slepen en zelf kiezen waar je deze toe wilt voegen. Ik maak hem nog even schuin. Je kan hier op de drie streepjes klikken om ook de naam van het extra veld te tonen. Ik klik op OK en sla de wijzigingen op. Nu we toch in de huisstijl zijn, laat ik je gelijk even zien wat er met het extra veld van het contact en voor de factuur en offerte gebeurt. Ik klik weer even op bewerken. Ik klik op het factuurnummer. Je ziet dat de geboortedatum automatisch is toegevoegd omdat ik hier een huisstijl had gekozen. Het ordernummer staat bij de beschikbare velden, maar moet je zelf nog toevoegen. Je kan erop klikken en kiezen of je hem aan de linkerkant of aan de rechterkant wilt toevoegen op de factuur. Ik klik weer op OK en ik sla de wijzigingen op. De plek voor het extra veld is nu bepaald. Overigens gaat het toevoegen van extra velden op je offerte precies op dezelfde manier. Als je gekozen hebt om een extra veld aan te maken op een factuur of offerte, dan krijg je bij het aanmaken van de factuur of offerte de mogelijkheid om deze velden in te vullen. Ik ga even een factuur aanmaken. Wanneer ik nu een contact selecteer,
zie je dus dat de geboortedatum is toegevoegd en ook het contactpersoon staat erop. De velden worden alleen getoond wanneer deze zijn ingevuld. Je ziet nu bijvoorbeeld dat het ordernummer nog niet op de factuur staat. Deze kun je toevoegen door op het factuurnummer te klikken en het veld in te vullen. En zoals je ziet verschijnt het veld nu aan de rechterkant waar we hebben toegevoegd. In het kort, je kan dus via het tandwiel, instellingen, extra velden aanmaken. Je kunt hier de extra velden eventueel ook wijzigen of verwijderen. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het duidelijk is geworden hoe je extra velden kunt aanmaken en gebruiken in Moneybird. Mocht je hier nog vragen over hebben of heb je misschien andere vragen, neem dan contact op met onze supportafdeling. Zij zijn te bereiken via support@moneybird.com.